leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over Homey Energy. Homey Energy is een nieuwe functie die Atom vanaf vandaag heeft gelanceerd. En je kan deze gebruiken door de Homey te updaten naar versie 3.0. En het is ook even belangrijk om je app op de telefoon eventjes te updaten. En die moet ook minimaal versie 3.0 of hoger zijn. Oké, laten we snel naar de app toe gaan, zodat ik even kan laten zien wat er nieuw is en hoe je het kan gebruiken. Oké, we zijn nu in de Homey app. En zoals je kan zien is er aan de onderkant een tabletje bijgekomen en dat is energie. Als je daarop tikt, dan krijg je het nieuwe tabblad te zien. In de bovenkant zie je een grote ring. Aan de bovenkant van de streep zie je het wattage van de zone die het meeste verbruikt. Dus in dit geval is mijn keuken, daar wordt het meeste aan energie verbruikt. Aan de onderkant van de streep zie je het totale verbruik. En als je nou iets naar beneden scrolt, en we gaan eventjes kijken naar de keuken, er wordt 47 watt verbruikt. Dan zou ik graag willen weten wat dat is. En nu zien we weer die grote rode ring. Nu zie je aan de bovenkant het apparaat wat het meeste aan watts verbruikt. En aan de onderkant zie je het totale verbruik van die zone. Nu zie je dat de vaatwasser die staat aan en die verbruikt 43 watt. En de ledlamp onder mijn vaatwasser die staat aan. Dus zo kan je dus zien wat het meeste wordt verbruikt in die zone. Dan zou ik ook graag willen zien wat de vaatwasser heeft gedaan. Als je dan op de vaatwasser tikt, dan zie je een soort tijdlijntje van wat de vaatwasser aan energieverbruik heeft gehad. Dus dat kan je dan een beetje mooi in de gaten houden. En ik zou hem ook nu de vaatwasser aan of uit kunnen zetten. Dan gaan we eventjes terug. Nu zie je, als je naar beneden scrolt, kan je alle apparaten zien die je op Homey hebt aangesloten. Nu zie je nog heel veel streepjes erachter staan. En dat komt deels omdat niet alle apparaten die kunnen natuurlijk energie meten. Maar het kan ook komen omdat misschien de app nog niet geüpdate is voor op Homey. Dus als je bijvoorbeeld Philips Hue-lampen hebt, dan kan het zijn dat die nu geen energie meten. En of geen energiewaardes aangeven, omdat die app misschien nog niet geüpdate is. Ik weet niet zeker of Philips Hue-lampen dat kunnen. Maar ja, het kan dus aan de app liggen. Maar het kan ook zijn dat die functie gewoon niet op het apparaat beschikbaar is. Mocht het nou wel zo zijn, dan kan je dus kijken. Daar ook weer. Even kijken, heb ik hier een apparaat? De Homey zelf, die kan het wel. En ja, ik zie dat mijn Homey 5,2 watt verbruikt. Nu staat de lettering aan. Als de lettering uit is, is het natuurlijk ietsje minder. En ja, deze lijn is natuurlijk helemaal netjes recht. Dus daar kan je dus eventueel zien wat het apparaat verbruikt. Nu zie je hier aan de bovenkant zie je ook nog een batterijtje staan. En als je daar op tikt, dan krijg je alle batterijgevoelde apparaten die je hebt aangesloten op Homey. En zo kan je dus in de gaten houden hoe vol de batterij nog van het apparaat is. Als je bij het apparaat zelf kijkt, zie je soms ook nog staan één keer CR2032. En dat is het type batterij. Dus mocht de batterij nou bijna leeg zijn, dan kan je dus kijken hoeveel batterijen er in dat apparaat zitten en welk type dat is. Zodat je makkelijk een nieuwe batterij kan bestellen. Ja, dat is eigenlijk Homey Energy. Mocht je daar nou nog vragen over hebben, laat ze even achter hieronder in de reacties. En dan zie ik jullie graag weer bij een nieuwe video.